Een goedemorgen. Wat heb ik lekker geslapen, zeg. Maar vandaag staat er iets heel belangrijks op de planning. Want ik ga namelijk op date met een meisje. Maar eerst ga ik me daar even voor voorbereiden. Want kijk, ik heb net geslapen. Ik moet natuurlijk maar even gaan verzorgen, ontbijten, dat soort dingen. Dus we lopen even naar de badkamer. Kijk, het badje staat hier al klaar voor ons. Er ligt zelfs al water in, volgens mij. En ik heb echt heel veel zin in vandaag. Want ik heb het meisje ontmoet via Tinder. En ja, je weet natuurlijk nooit hoe ze in het echt eruit ziet. Dus ik vind het best wel spannend. Maar voordat we naar de date gaan, ga ik mezelf even wassen. Nou, ik zit lekker in bad en ik heb me heerlijk gewassen. Nu is het tijd om er weer uit te gaan. En even kijken. Ja, ik heb de eerste taak voltooid. Oké, nu moeten we dus ons ontbijtje gaan voorbereiden. Ik ga even naar de koelkast, want ik heb geen idee wat we nog hebben. Hier is het leeg en wat ligt hierin? Alleen een pak melk? Oh, er ligt al een biefstukje in de pan. Oké, hij is nu koud, staat er. Dus laten we hem even opwarmen. Zo. Oké, ik moet nu bloemen gaan kopen en het meisje gaan ontmoeten. Nou, dan laat ik even naar buiten gaan. Oké, goedemorgen allemaal. Nou, ik ga gewoon lekker rijden in mijn mooie oranje auto. Oké, dan moeten we nu eventjes naar de bloemist gaan. Want ik wil een heel mooi boeketje bloemen gaan. Oh, wat? Al die mensen vallen gewoon om? In ieder geval, waar is de bloemist? Ik zie daar een shop. Ik zie daar... Hier is de bar, zie ik. Ah, hier is de bloemist. Oké, top. Dan ga ik even parken. Mijn auto die rijdt naar achter. Oké. Maar de bloemist. Oké, eventjes kijken. Hallo meneer, mag ik misschien een bloemetje? Ja, dat kost 10 euro. Hij kost 10 euro, maar zoals jullie zien boven in beeld, ik heb maar 5 euro bij me. Oh, dus ik moet eerst gaan werken. Oké, maar we gaan dus eventjes kijken, want ik heb geld nodig. En waar kunnen wij geld gaan verdienen? Daar is de tankstation, daar is de bar, daar is de shop. Hier is de bloemist, maar hoe gaan we aan geld komen? Ik moet werk gaan zoeken. Daar is een restaurant. Kan ik misschien daar gaan werken? Hallo meneer, kan ik hier misschien komen werken? Nee, sorry. Oké. Ik kan hier helaas niet werken. Dan moeten we even op zoek naar een andere plek. Wat is dat? Dat is een fabriek. Wat is dit eigenlijk? Dit staat helemaal leeg. Oké, hier kunnen we dus niet werken. Oh, sorry meneer. Sorry meneer, gaat alles goed? Ik stap even uit. Meneer, hoe gaat het? Wacht, ik heb een idee. Ik sta jou gewoon helemaal neer. En heb jij geld bij je? Ja, hij heeft geld bij zich. Oké. Is dit genoeg om naar de bloemist te gaan? Oh, ik heb 34 euro. Dit is meer dan genoeg zelfs. Oké, en nu we genoeg geld hebben, kunnen we eindelijk naar de bloemist gaan om wat bloemen te kopen voor mijn Tinder date. Dus, hallo meneer. En ik koop even deze bloemen. Dankjewel. Oké, en de politie zit achter mij aan omdat ik net iemand heb neergeslagen. Dus ik moet snel vluchten hiervoor. Oké, in het appje stond dat ik op de parkeerplaats naast de fabriek moest zijn. Dus daar rijden we nu maar eventjes heen. Oké, even kijken. Waar is mijn date? Ik vind het zo spannend, mensen. Even kijken. Huh? Wat gebeurt er? Wat? Waar ben ik nu? Ik ben gekidnapt geworden. Ik ben... Oh mijn god, mensen. Ik ben meegenomen naar een huis. Oh, ik moet ontsnappen. Oké, snel. Ik moet hier weg. Ik moet echt snel hier naar huis. Ik ben bang. De deur is dicht. Nee. Oké. Ik moet een sleutel vinden voor deze deur. Waar kan dat zijn? Misschien hier. Hallo? Nee. Oké. Oh, en misschien in de woonkamer ligt de sleutel. Misschien hier ergens. Misschien in de kast. Nee. Misschien in deze kast. Nee. 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 Oh, waar kan die sleutel liggen? Ik ga toch maar weer even naar boven. Hier ben ik nog niet geweest. En hey, meneer, waarom ben jij hier? Hij is ook gekidnapt. Oh. Maar ik ben op zoek naar de sleutel. Ligt hij misschien in het nachtkastje? Nee, ik ga toch maar weer terug naar beneden. En even kijken, ik ben hier geweest. Daar ben ik nog niet geweest. Oké, laten we maar even hierheen gaan. Oh, dit is de wc. Met allemaal drollen in de toilet. Eeuw. Oh, ik zag wat. Wat lag daar? Is dat de sleutel? Ja, ik heb de sleutel gevonden. Hij lag gewoon onder de drollen in het toilet. Wat? Oké, maar in ieder geval, we kunnen nu ontsnappen, denk ik. Laten we eens even kijken. Kan de deur nu open? De deur is nog steeds dicht. Huh? Even kijken. Die man is nog steeds aan het plassen. Oké, daar hebben we niks aan. Daar zijn we al geweest. Oh, hier zijn we nog niet geweest. Laten we hier even kijken. Wat is hier aan de hand? Dit is gewoon een slaapkamer. Niet speciaal. Wat is dit voor een deur? Eens eventjes kijken. Oh, een telefoon. Kan ik deze gebruiken? Ik ben aan het bellen volgens mij. Dit is de politie. Ik liet een boer en... Oké, we hebben de politie gebeld. Maar er lijkt niet heel veel te gebeuren, helaas. Ja, we kunnen voor de rest niet heel veel... Er wordt aangeklopt. Hallo? Ja, politie, ja. Dankjewel. Ja.
Oh, ik ben ontsnapt. Yes, oké. Okay. Trouwens, vinden jullie het misschien erg als ik deze auto even meeneem? Doei. Oké, ik ga gewoon ontsnappen met de politieauto. Dat vindt de politie vast niet erg. Oeps. Au. Nou, oké. Deze auto wil niet meewerken. Ik ga maar gewoon het pad vervolgen met de voet. En eens even kijken. We kunnen naar links en we kunnen naar rechts. Ik ga maar even naar rechts. Ik denk dat dat toch de juiste route is. Oh, had ik nou maar die auto. Nu moet ik urenlang hier gaan lopen. 2 hours later. Oké, het is nu een paar uurtjes later. Ik heb echt het hele stuk moeten rennen. Dit was echt super lang. Maar in ieder geval, we zijn aangekomen bij een café. Dus ik hoop dat ze me daar kunnen helpen. Oké, hier staat een man. Misschien kan hij ons wel even helpen. Hey, ik kan jou mijn truck verkopen. Oké, interessant. Hoe duur is het? 8000. Ik heb maar 0 euro. Je kunt wat geld verdienen in dat stadje. Oké. Dan ga ik maar even naar dat... Welk stadje? Ah, daarachter. Oké, we zijn aangekomen in het stadje. En we moeten dus hier werk gaan zoeken. Even kijken. Waar kunnen wij geld verdienen? Daarachter is een eventcentrum. Oké, daar kunnen we eventueel wel gaan werken, denk ik. Hoe kom ik hier binnen? De deur is op slot. Oké, hier kom ik dus niet binnen, helaas. Maar daar is een bar en daar is een winkel. Ik denk dat we daar wel kunnen solliciteren. Oké, maar eerst ga ik even naar de bar. Oh, de bar is ook gesloten. Dat meen je niet. Ik zie trouwens ook helemaal nergens mensen. Zijn die mensen dan thuis of zijn er ook geen mensen? Ik ga maar even kijken. Hallo? Is iemand thuis? Hallo? Oké, niemand is thuis volgens mij. Misschien ligt hier ergens al wat geld verstopt. Misschien in de koelkast? Nee. Misschien... Hey, meneer. Sorry dat ik zomaar binnenkom in uw huis, maar heeft u misschien wat geld voor mij? Ik ben bang van niet. Oké, deze man heeft geen geld en geen werk voor mij, helaas. Maar dat betekent wel dat er mensen leven in het stadje. Dus dan gaan we maar gewoon even naar andere mensen toe. En dan hoop dat zij wel werk of geld voor mij hebben. Oké, we gaan maar even naar dit mooie bruine huisje. En hey meneer, hallo. Heeft u misschien werk of geld voor mij? Ik voel me ziek en daardoor kan ik helaas niet optreden. Oké, dus wil je dat ik in plaats van jou daar ga optreden? Ja, is goed. Oké, dat is goed nieuws. Dan kan ik eindelijk geld gaan verdienen. En het optreden van hem is natuurlijk in het eventcenter. Dus laten we toch maar even daarheen lopen. En even kijken of het nu wel geopend is. De deuren gaan nu al automatisch voor mij open. Alle mensen zitten al op mij te wachten. Daarom was het zo rustig op de straten. Oké, mensen. Ik ben vervanger vandaag. Ik ga voor jullie optreden. Hier staat de microfoon voor mij klaar. Oké, ik ga beginnen. Ik niet een hele grote boer. Oké, heb ik nu mijn werk voldaan? Ik denk het wel. Oké, mensen, dat was mijn optreden. Hey, politie, wat? Hoezo komt de politie nou weer? Ik heb helemaal niks gedaan. Hey, nog meer. Wat? Hoe? Waarom is het hier zo druk met allemaal politieagenten? Wat heb ik gedaan? Oké, meneer, ik heb mijn werk voldaan. Hier is je geld. Dankjewel. Ik heb 10.000 euro verdiend. Wat? Ik ga nu maar snel naar die auto, want ik moet hier echt snel weg. En oké, we zijn maar aangekomen bij het café en die man staat daar nog steeds op ons te wachten. Maar we hebben nu het geld, dus ik ga het hem even vertellen. Ah, hier zijn je sleutels. Succes. Nou, mensen, we hebben onze truck binnen. Oké, waar gaan we nu naartoe? Ik vraag het hem echt af. Ik ben niet bekend met het stadje namelijk. Laat ik hier maar gewoon recht doorrijden en dan kijken we wel waar we uitkomen. 3 hours later. Oké, we zijn al uren aan het rijden en de benzine is op. Ja, hoe komen we nu aan meer benzine? Volgens mij is hier echt niks in de buurt namelijk. Oh, ik zie daarachter iets. Een huisje. Oké, we zijn aangekomen bij het huisje en wow, deze auto die zij hebben is best wel mooi. Maar oké, even kijken. Zijn er misschien mensen thuis? Even aankloppen. Hallo? Nee, de deur is op slot. Hier staat een jerrycan met benzine. Oké, die neem ik even mee. Oké, ik ga even mijn auto vol tanken. Hey, wat kom jij doen? Huh? Is dit een man die aan het huis woont? Oké, we moeten eigenlijk gaan vechten. Hij heeft me doodgeslagen.